Het is half vier, dus tijd voor het Seniorenjournaal. Dit hebben wij deze keer voor u verzameld. Mijn schooltijd in de Luik. In 1939 ben ik geboren als Sjaantje van de Wiel. Ik was het vierde meisje in ons gezin. In 1944 kwam nog een zusje. Mijn ouders trouwden in 1931 en gingen wonen in een portiekwoning op 2 hoog in de Stuwstraat in het Laakkwartier. Het was een mooie etagewoning met 5 kamers en een smal balkon achter, uitkijkend op het laantje. Daar zaten wij op een kolenbak te zonnen. Op 26 juni 1945 werd ik 6 jaar. Die dag legde mijn vader met zijn broer nieuwe banden om zijn fiets die toen weer verkrijgbaar waren. Op 27 juni fietste hij 's avonds naar huis in de regen op de Rijswijkseweg. Hij slipte, gleed uit en werd overreden door een paard en wagen van Gente Loos. Die avond kwamen 2 agenten vragen of mijn moeder meekwam naar het ziekenhuis. Daar aangekomen bleek mijn vader te zijn overleden. Mijn moeder bleef achter met 5 dochters van 11 maanden tot nog geen 13 jaar. Mijn vader is begraven op de begraafplaats op de Binkhorst Sint Barbara. Wij gingen geregeld met het pontje over de Vliet naar de begraafplaats en maakten het graf mooi met schelpjes die we op de paden vonden. Aan de Noordpoolkade ging ik naar de Rooms-Katholieke kleuterschool bij zuster Martinetta. Zij begroette de kinderen in de hal. Daarna gingen we naar boven naar juffrouw Blom, een schat. Vervolgens ging ik naar de lagere school, ook aan de Noordpolderkade. De meisjes en jongens zaten in aparte gebouwen. Zuster Maria Rogeria van de Orde Arme Kind Jezus was ons hoofd. Ik ben haar mijn hele leven blijven bezoeken. Op school kregen we zang en toneel. Ook leerden we gedichten. Prachtig vond ik dat. In de eindmusical kreeg ik de hoofdrol, de heilige Petrus. Maar die raakte ik voor straf kwijt. Ik had rondverteld dat de kinderen uit je moeders buik kwamen. Dat had ik in een boek gelezen. Dat kon niet, vonden de zusters. Na de hand konden ze niemand vinden voor de hoofdrol. En was ik gewoon weer de heilige Petrus. Aan het eind van de lagere school zei zuster Maria Rogeria tegen me: jij gaat naar de MULO. De MULO was aan de Hoefkade en dus ver weg. In het eerste jaar was er geen geld voor een fiets, dus lopen geblazen. In het tweede jaar kreeg ik een fiets en moest deze 2 trappen omhoog tillen als ik thuis kwam. Hij stond in mijn kamertje naast mijn bed. Ik heb veel geleerd op de MULO, vooral mijn talen. Mijn moeder heeft het nog heel ver geschopt. Ze werkte in het restaurant van Vroom en Dreesman en later in de Tweede Kamer. Daarna haalde ze haar tijddiploma en werkte met veel plezier bij economische zaken. Daarvan had ze nog een pensioentje. Ik ben zo trots op haar. Wij waren te gast bij een zeepkistrace, welke werd gehouden in Klingendaal. Ah!
Jongens en meisjes. Goedemiddag ook, iets ouderen dan jongens en meisjes. Voor de 34,5 keer is hier de zeepkistenrace. Vroeger diverse andere plaatsen, laatst ook nog voor Florence, maar nu al een paar jaar hier op Klingendaal. Omdat hier een geweldige racebaan ligt waar Verstappen zelfs nog jaloers op zal kunnen worden. De meesten kennen het programma wel. We beginnen eerst met een concours d'élégance, oftewel op schoonheid rijden wij achter elkaar die kant op en dan een rondje terug. Daarna beginnen de wedstrijden, die gaan in heats van 2, waarbij ze die barrages moeten doen en daar moeten finishen. Dat gaat ook op tijd. Ik vraag even of de mensen klaar zijn. Die hebben ook al geen vlag. Betekent dit ja? Ja, we gaan het met het... Wacht even. We gaan het met de hesjes doen. En de karren moeten vlak achter elkaar. Want dit is geen race. Hallo daar, vlak achter elkaar. Kijk, deze is elektrisch aangedreven. Daar zal de wethouder wel heel erg blij mee zijn. Het is weliswaar geen wethouder in Amsterdam. Dan mag je helemaal niks meer. Maar het is toch een heel mooi elektrisch karretje. En je kan er dus ook stroopalen mee. De jury had het in de gaten. Nummer 3 en nummer 6. Rustig aan. Ho, dit is een concours d'élégance. Het schiet de kruid niet. Door dit concours d'élégance onderscheiden wij ons van de wedstrijden in Monaco die vanmiddag ook plaatsvinden. Dan hebben ze wel een soort opwarm rondje. Een normale auto start gewoon en rij je weg. Maar als je een Formule 1 auto maakt van 23 miljoen euro, dan moet je eerst een rondje rijden om op te warmen. Dan moeten de banden ook warm zijn. Allemaal armoe. En dan heb je nog kans dat je in de derde ronde uitvalt omdat er een klein spietje in de motor niet goed zit. Daar hebben we hier allemaal geen last van, die zeepkisten. Die zijn een handkracht. Maar die eerste die was elektrisch. Over 20 jaar, wanneer we hier weer staan, is alles elektrisch. Nou, de jury doet haar werk. Overlegd. Nummer 9 tegen nummer 4. Ik heb het idee dat 4 voor ligt. 3. Dat is 3. Ja, die nummer 10, hè, die wint met een geweldige voorsprong. Dat is een geweldige voorstand van ons.
fucking day. Ik dacht dat je uit het volgen waren, maar je bent toch wel een beetje gek. Waarom staan ze hier allemaal? Tijd voor een verhaaltje uit de verzameling van de stichting Haagse Herinnering. Roosje. Wij, mijn vader, moeder, broertje Harry van 11 en ik van 8 jaar, woonden in de eerste van de Bosstraat 112, een bovenhuis tegenover de Binkhorststraat. Nu loopt de Utrechtse baan daar. Mijn ouders hadden een zaak op nummer 84 met schilderijen en kunstschildersbenodigdheden. Kunsthandel Polychroom. Mijn vader was ook lijstenmaker. Mijn moeder had voor ons vieren een stoffen vluchttas genaaid met daarin kleren en natuurlijk een naamkaartje met adres en godsdienst. In haar tas zat een zilveren doosje voor pepermuntjes in de kerk, mijn geboortebeker en een stukje speelgoed voor Harry en mij. Ik een mamapop, Roosje en een klein celluloidpopje Anneke. Roosje, mijn houvast toen, staat nu op een kastje in mijn slaapkamer. Bij elk luchtalarm gingen we onderaan de trap staan. Zo ook op 3 maart 1945. Vreselijke dag. Laagvliegende bommenwerpers, brand, gillende mensen, vluchtende mensen. Mama zei, wij wachten op papa. Die was namelijk in de zaak. Na korte tijd weer een vlucht van de bommenwerpers. Bommen. Veel vluchtende mensen werden getroffen. Gegil, chaos. Toen de vliegtuigen weg waren, kwam papa. Gevieren vluchten we. Door de Charlotte de Bourbonstraat, over de Binkhorstlaan. Het was vreselijk. Dode mensen, een dood paard, zwaar gewonden en vuur. Overal vuur.
Iedereen belde zomaar aan. Mogen we alsjeblieft naar binnen? Over de Geestbrug naar de Kaan van Neklaan. Een jonge man liet ons binnen. Zijn ouders waren op hongertocht. Hij leende een handkar en is 's avonds met mijn ouders naar de Eerste van de Bosstraat gegaan. Uit de zaak hebben die drie nog wat gered. Onder andere een Art Deco-klok, het huwelijkscadeau van mijn grootouders. De klok prijkt nog op mijn schoorsteenmantel. Later ben ik wezen kijken, al mocht dat niet. Van de bovenhuizen alleen muren. Er hing heel hoog een gootsteen aan een muur met de vuile vaat erin. Via de gereformeerde kerk kregen we na 2 dagen een vluchtonderkomen in Voorburg, Laan van Rustenburg 4, bij de familie De Langen. Wat me bijgebleven is, is het rotsvaste vertrouwen dat je als kind in je ouders hebt. Zij weten wat goed is. Maar de angst voor laagvliegende vliegtuigen verlaat me nooit. Wij hebben nog net wat tijd over voor wat paaltjes uit het stadsdeel Loosduin. Bij een oude SRV-wagen en heel toepasselijk, het is weer een soort van supermarkt geworden. Waar staan jullie voor? Wij staan voor de keuze van onze klanten. Zij mogen zelf kiezen in de winkelwagen en in hun eigen leven. En onze klanten, dat zijn dezelfde als de klanten van de voedselbank. Hier in Loosduinen bij de Bokkenvoort en in Baulus Vrederust bij de Exoduskerk en de Shalomkerk. En die klanten die kregen altijd een krat met voedsel. Dat stopten ze in een boodschappentas. En na een vriendelijk woord gingen ze weer weg. En bij ons kunnen ze nu zelf boodschappen kiezen. Wat ze zelf willen meenemen of wat ze willen laten liggen, laten ze liggen. Mm-hmm. En met lokale leveranciers hebben wij soms ook wat extra dingen van hen gekregen voor onze klanten. Dus dat is al een paar keer gelukt. Tandpasta en groente fruit kregen we van een paar supermarkten. Dus we hopen dat dat nog vaker gaat gebeuren. Ook van kerken hebben we trouwens wel extra dingen gekregen. En wat we verder nog doen is, we hebben vrijwilligers getraind om gesprekken te voeren met klanten. En die gesprekken gaan over het maken van keuzes in je eigen leven. Want onze klanten zijn heel vaak bezig met het oplossen van hun problemen of het overleven. Hè, met vragen als wat moet ik doen als de deurwaarder komt? Hoe zorg ik dat mijn kinderen met goede schoenen naar school gaan, et cetera. En dan komen ze niet meer toe aan nadenken over van, ja, ik had ooit een droom om iets te worden of iets te gaan doen. Een opleiding of zo. Of een beroep te vinden of vrijwilligerswerk te gaan doen. Nou, daar willen wij graag met klanten over praten. Omdat wij denken dat iemand die zo sterk is dat hij kan overleven met bijna niks. Nou, die moet ook wel talent en doorzettingsvermogen hebben om ook nog leuke dingen in zijn leven te doen. Waar hij zelf wat aan heeft. Dus, de klant is koning. In de winkel en in het gesprek.
Wij gaan hen niks voorschrijven, dat doen ze zelf. Jullie staan ook in de wijk, heb ik begrepen. Dat klopt, ja. Hier in Loosduinen staan we bij de Bokkenfort aan de Van Gelderlaan. En dat is op vrijdag van 11:45 tot 14:30 voor de klanten. En voor klanten in het gebied van Bouwlust, Vrederust en Morgenstond staan we op donderdagochtend van 9 tot 12 bij de Shalomkerk. En donderdagmiddag van 13 tot 17 uur, dus van 1 tot 5 middags, bij de Exoduskerk aan de Berensteinlaan. Je moet wel klant worden. Wij kunnen je daar ter plekke vertellen hoe je dat moet doen. Maar het beste is om naar je hulpverlener te gaan bij een service.xl in de buurt of naar de schuldhulpverlening. En die kan een formulier downloaden bij de Voedselbank Hagelanden en dan kan je aangemeld worden. Als ik nou meer wil weten, hebben jullie een websiteje? Ja, wij staan op de website van STEK voor Stad en Kerk. Dat is volgens mij www.stekdenhaag.nl. En daar kun je, als je even zoekt bij projecten, dit project ook vinden met wat meer uitleg. En als ik nou als bedrijf dit ziet, kan ik jullie dan ook op die manier sponsoren? Ja, bedrijven kunnen ons sponsoren met goederen of met geld. Of met iets wat ze zelf verzinnen en waar wij nog helemaal niet aan gedacht hebben, maar wat we goed kunnen gebruiken. Dus dan kunnen ze contact opnemen. Het mailadres staat ook op de website www.stekdenhaag.nl, sociale supermarkt. Nou, we staan hier bij een moeder, denk ik. Ja, een moeder. Ja, die heeft iets heel creatiefs bedacht om, wat kan je doen met oude kinderkleding? Ja. Die heeft gewoon slingers gemaakt. Hoe is dat ontstaan? Al heel jong kreeg ik papieren vlaggetjes voor mijn eigen verjaardag. En die gingen maar heel kort mee. En ieder jaar moest ik opnieuw slingers aanschaffen of ze verkreukelden in de kast. En op een dag zag ik stoffen slingers in een atelierwinkeltje liggen. En toen dacht ik, wauw, die wil ik. Dus die heb ik gekocht en die heb ik jarenlang gebruikt. Ik heb zelf twee dochters gekregen. En ik ben in beginsel ben ik de kinderkleertjes gaan sparen. Met het idee in mijn achterhoofd om ja, ooit een project met de stofjes, omdat dat herinneringen meebrengt, te gaan maken. Normaal denk je aan een deken, zo'n quilt of zoiets. Maar daar ben je na 2 jaar een beetje op uitgekeken. En dan doe je hem weg. Dus toen zag ik op een dag weer de slingers die ik uit de kast trok voor mijn verjaardag. En toen dacht ik, dat is het. Dat ga ik doen. Slingers maken van de kinderkleertjes. En die komen 2 keer per jaar, 3 keer per jaar de kast uit. Dus ze blijven altijd weer nieuw. En omdat het feestelijke aangelegenheid is, de verjaardag of de feestjes, dan is het altijd leuk. Ja, zo is dat ontstaan. En op het moment dat ze hangen, komen altijd wel weer de verhalen uit de kast. Mensen zijn dan benieuwd van wat je hebt hangen. En de kinderen die vinden het ook altijd leuk om daarover te vertellen. Ja, ja en het lijkt me ook wel ja, een soort van leuk geheugensteuntje. Ja, want aan ieder vlaggetje hangt een herinnering. Dit is een van de jurkjes. Het zijn t-shirtjes van mijn kinderen. Hier zit Barbara mama in. Weet je, het zijn tijdsbeelden. Ergens hangt Ariel in een vlaggetje van de Disney prinsessen. Ooit op een dag was dat helemaal in. En daarin kan je zien dat het in de jaren rond deze tijd is ontstaan, zeg maar. Als je het over 30 jaar bekijkt, dan zie je hoe gedateerd de vlaggetjes zijn. Dat zou hetzelfde zijn als wanneer je nu een jaren 70 vlaggetje tevoorschijn zou halen. De materialen. Ja. En, hoe oud het ook is, het is net of je het gisteren hebt gebruikt. Als de herinneringen de kast uitkomen. Ja, ja ergens gaat een soort memorybank in je geheugen open. En herinner je weer met wat voor vriendjes of vriendinnetjes je speelde. In welk huis je woonde, in welk land je woonde. Hoe oud je was rond de tijd dat je die kleertjes droeg. Het is een soort memorybank die je opengaat. Ja, en Kon je al kleding maken of heb je dat ook nog moeten leren? Nee, ik heb dat ooit wel geleerd toen ik echt een jaar of 15, 16 was. Daar ligt een stuk school voor mode en kleding, wat ik gedaan heb, maar dat heb ik losgelaten. En dit was wel weer de reden. Kijk, hij staat daar zo nee, ook op tafel. Hij is echt heel vaak aanwezig om de naaimachine gewoon tevoorschijn te halen. En weer eens iets creatiefs te doen met mijn handen. En dan niet zozeer kleding, maar vlaggetjes.
altijd al iets willen doen bij de regionale televisie? Nou, dan is hier uw kans. We zijn op zoek naar mensen die voor ons reportages willen gaan maken. Het werk bestaat uit het filmen of het interviewen. Ervaring? Dat is niet nodig, dat kunnen wij u leren. Meer weten? Kijk dan even op onze site bij de vacatures. Hiermee zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering. Zou u dat graag allemaal nog eens rustig terug willen kijken? Nou, dat kan, via onze website. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende week.